Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland liggen veel wolken en uit die wolken vallen talrijke buien. Slechts af en toe weet de zon door te breken. Het zijn stevige buien, er kan hagel bij zitten, een klap onweer en er zijn ook forse windstoten mogelijk. Het waait sowieso hard in het binnenland: windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten, aan zee 7 tot 8 hard tot stormachtig uit het westen. En de buien gaan de hele dag door, ook vanmiddag, dus regen, onweer, hagel en windstoten. Temperaturen 5 tot 8 graden, met tijdens de stevige buizen 2 graden. Vanavond neemt de wind iets af en ook het aantal buien wordt minder, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen krijgen we dan opnieuw onstuimig weer. Aan zee komt dan een stormachtige wind te staan en enige tijd staat er een zuidwestenstorm. Verder is er veel bewolking en regent het langdurig. Het wordt zeer zacht, 8 tot 10 graden. Morgen in de namiddag en avond trekt de regen weg en begint de wind af te nemen. En dan hebben we zaterdag vrijwel droog weer met geregeld zon. Alleen in het noorden valt dan nog een enkele bui. Zondag neemt in de loop van de dag de buigheid weer toe en het is dit weekend 4 tot 7 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wisselvalliger en onstuimiger. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.